Oké, dames en heren, jullie begrijpen dat het allemaal even tijd nodig heeft. Het originele op van de politie, dat gaat dus niet op. En daarom is er dus nu een actie gepland van de jeugdbrandweer. Alleen het punt is dat dat enige voorbereiding krijgt. En we hebben hier te maken met onze Duitsstalige vrienden. En we hebben te maken met Nederlandstalige vrienden. Dus en dat is even communiceren en kortsluiten wat nu allemaal gaat gebeuren. Dus deze wagen, dat zal een huurtje ingestoken worden en dat gaat gebeuren door de jeugdbrandweer. Ik vraag jullie nog altijd even op een beetje geduld. Dank u wel. Ik heb er af en toe wat iets in laat, Kirk. En dat is toch wel een goed probleem, of nee? Oh. Nee, dit moet nog een beetje doen, Kirk. En dat doen ze dan ook, en dan kunnen ze als slachtoffer zo de bodem brengen. Dat kun je niet zomaar doen, want je weet niet wat iedereen heeft op ieder geval. Dus in dit geval kan je mezelf lopen, dus dat gaat allemaal naar mee. En moet een ambulance aan te pas komen om een brand met die dood vrij te halen. De ambulance is ook niet gevaarlijk meer, want alles gaat tegenwoordig via de meldkamer van 112. Van de ambulance media. De snelheid van het demonteren van een auto om iemand uit te halen, dat is dan wel gewoon bepaald door de mensen van de ambulance. Want zij hebben de kennis en de kunde om te schatten hoe ernstig dat een slachtoffer er aan toe is. De fotograaf op Pechman kunnen we aanvragen om jou doen, want dat is een keuze wat hij op dat moment heeft gemaakt bij het verleden van de wereld om de slagoffers direct te stabiliseren door het vast te houden.
tussen ambulance. En ik neem aan, ik heb hier een verantwoorden met gestaan. En ik neem aan totdat nu de zaken worden besproken die afhankelijk moeten worden en daar gevolgd worden. Als die inwendige buurlingen zou hebben, dan zouden ze uit de auto gaan. Is het inpakken en wegwezen voor hele diensten, zoals het alweer, zoals de politie en ons slaafgebruik. Meestal de herringswagen en de provincie, omdat die dan de bestanden opstaan.